Zo houden we nog? Ja, zo is goed. En ik moet hem helemaal uitvallen. Ja, dan kijk eens aan. Nou, volgens mij is het een hele mooie opkomst. En we hebben om 11 uur de cijfers doorgegeven van de opkomst hier. Dat heb ik vergeleken met het landelijk uitkomstpercentage. En dan zitten wij toch boven het landelijk gemiddelde. En dat is toch wel een heel mooi resultaat tot nu toe. En ik verwacht eerlijk gezegd dat de drukte wel zal aanblijven. Wat vindt u van de grootte van het stembiljet? Afschuwelijk. Ja? Papierverkwisting. Nou, veel te groot natuurlijk. Maar ja, je moet het wel kunnen lezen. Dus het blijft lastig dilemma natuurlijk. Digitaal stemmen. Kan het niet meer kleiner. Kijk, het is natuurlijk een enorm papier en heel veel mensen... Yo, dag Wim. Heel veel mensen hebben daar wel wat opmerkingen over. En vooral als ze hem uitgevouwen hebben en een keuze hebben gemaakt, dan moeten ze hem eigenlijk weer in elkaar vouwen. Er zijn wel wat mensen die hebben daar problemen mee. Er is ook wat van die vellen hier op je kamer behangen. Nou ja, vanavond gaan wij hier tellen en dan moeten al die formulieren eruit. Maar wij moeten ze dus ook helemaal uitvouwen. Helemaal uitvouwen? Ja. Dus dat wordt een helemaal uitgespreide vloer, denk ik. Dat denk ik ook wel. We kunnen hier flinke los wat dat er gaat.